De sloop van het voormalige GGA Gasgebouw is weer in volle gang. Voor de zomer bleek asbest in het gebouw te bevinden, waardoor de sloop was stilgelegd. Dit asbest is door een hiervoor gecertificeerd bedrijf met zorg verwijderd. Omdat zich achter de gevelplaten kleine asbestplaatjes bevonden, moesten de gevelplaten één voor één worden gedemonteerd. Nu dat is afgerond, kan de rest van het gebouw worden afgebroken. Na verwachting is de sloop in november afgerond. Na afronding van de sloop wordt gestart met de sanering van het voormalige gasfabriekterrein. Met de bouw kan gestart worden als de sloop is afgerond en de vergunningen zijn verleend. Op dit moment gaat de gemeente ervan uit dat nog dit jaar kan worden gestart met de werkzaamheden. Met de ontwikkeling van de Westluidense Support tot cultureel kwartier investeert Tiel in haar toekomst als aantrekkelijke stad voor de inwoners van Tiel en omgeving. De Westluidense Support wordt dé plek waar mensen elkaar ontmoeten, muziek maken, dansen, toneelspelen, cursussen, lezingen en debatten volgen en informatie halen. Daarnaast versterken ook de bouw van woningen en een ondergrondse parkeergarage de aantrekkelijkheid van het gebied. De parkeergarage voor auto's en fietsen zorgt voor een optimale bereikbaarheid van het gebied en biedt een parkeergelegenheid die niet meer afhankelijk is van hoogwater en evenementen.